In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering de werkplek. Om je werk uit te voeren heb je de beschikking over een aantal bedrijfsmiddelen. Je stoel, bureau, maar ook je computer, de software, internettoegang, de leerlingengegevens en het digibord. In de gedragscode van jouw school staan afspraken over hoe je daarmee omgaat. Je computer geeft toegang tot de gegevens van de school. Daarom moet je daar veilig mee omgaan. Zet er bijvoorbeeld een goed wachtwoord op en geef dat nooit door aan een ander. Loop je weg van je computer, vergeet deze dan niet te vergrendelen. Anders kan een ander bij alle informatie waar jij ook bij kunt. Dit geldt natuurlijk ook voor de informatie op je bureau. Laat bijvoorbeeld geen leerlingdossier slingeren. Gebruik ook geen USB-stick. Er kunnen virussen op staan en iedereen kan bij de informatie. Sla ook geen informatie op de vaste schijf van je computer, maar in de cloud van je schoolomgeving. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.